Burgemeester Weerwind, allereerst even een reactie op het vertrek van wethouder Ipma. Ze is spijtig, treurig. Ze heeft zich enorm ingezet voor deze stad. Geweldige feitenkennis opgebouwd in een kort tijdsbestek. En voor Loes was niets te veel om zich in te zetten voor de Floriade en het wonend dossier. Ik kan haar alleen vanaf deze plek en op dit tijdstip alle kracht en alle sterkte toewensen voor haar, maar ook haar gezinsleden. Dat zijn mooie woorden. Het is al wel de vierde wethouder die opstapt. Is het echt zo zwaar om wethouder te zijn van Almere? Het is wethouder zijn, dagelijks bestuurder zijn in een 210.000 inwonersstad. Het is een grote stad. Er spelen grote vraagstukken, stedelijke vraagstukken. En dat vergt het nodige van mijn bestuurders, zowel mentaal als fysiek. Dat weet je als je intekent en je merkt het als je in de praktijk staat. De tweede wethouder die gaat op het dossier Floriade. Is dat toeval? Ik wijs er nadrukkelijk op dat de vier wethouders om uiteenlopende redenen naar mijn mening zijn vertrokken. Ja, maar wel de tweede wethouder op het dossier Floriade. Is dat toeval? Dan wijs ik naar waarom de eerste wethouder is weggegaan, de heer Herma. En we kijken nu naar de redenen waarom Loes Eijpma weggaat. Ik zie daar een verschil tussen. En mevrouw Eijpma heeft dat duidelijk gemaakt in haar brief. Toeval dus, zegt hij. Dat hele proces, Florian, dat is belangrijk voor de stad. Ik hoorde het u net ook in de vergadering zeggen. Hoe kunt u waarborgen dat dat proces goed blijft lopen? Dat hebben we gewaarborgd doordat er veel meer bestuurders heel actief betrokken zijn bij het Floriade-dossier. Hoek, Lindenberg, Weerwind en Eijpma. Daarin zit een stuk continuïteit geborgd, omdat we gewoon zien dat dit een belangrijk project is voor de stad. Daarnaast de andere wethouders die ik nu net niet noem. Die zien hem ook met een grote periodiciteit terugkomen in de collegevergaderingen. Waardoor we gewoon beseffen dat dit een integrale opgave is voor het complete college. Het gaat allemaal goed komen, zegt u. We werken er hard aan. En welke rol ziet u eigenlijk voor uzelf als het gaat om het zorgen voor een stabiel bestuur? Kijk, zo'n vertrek van een collegelid confronteert je weer dat je gaat nadenken van wat heb ik eraan gedaan? Wat hebben wij eraan gedaan? En hoe kunnen we het beter doen? Dan ga je aan een stuk zelfreflectie werken. Dat doe ik nu ook. Ik ben collegevoorzitter. Van mij mag je verwachten dat ik de bindende factor ben. En dat zal ik voor blijven inzetten. En nog meer gaan inzetten zelfs. Ja, dan hoor ik u eigenlijk zeggen, misschien heb ik niet genoeg gedaan. U hoort mij aan zelfkastijding doen. Ik vind dat ik genoeg doe, maar ik ga nog meer eraan doen.